Hallo allemaal, Lars Daniels hier van Perswijn. Om jullie even bij te praten over de dinsdagavond panelproeverijen bij Perswijn. Die vinden gewoon nog plaats, ondanks de verscherpte maatregelen. Uiteraard in wat kleiner comité en netjes op anderhalve meter afstand. Maar het werk moet wel door kunnen gaan natuurlijk. Op een van de dinsdagavonden stonden wat wijnen weer uit zuidelijk Italië eigenlijk op de proeftafel. We hebben een enorm onderwerp verzonnen eigenlijk. Dat bestaat uit rode en witte wijnen uit de Marken, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata en Calabria. Dus eigenlijk zo'n beetje het hele zuidelijke Italiaanse vasteland. En op deze dinsdagavond hadden we wijnen uit witte wijnen uit Campania, Puglia. Maar ook de Marken dus op tafel en wat rood, echt uit het zuiden. Campanië, maar ook Puglia. Dus dan heb je het over bij de rode wijnen over druiven als Aglianico en Primitivo en Negro Amaro, Malvasianera, dat soort druiven. Over het algemeen stevige wijnen dus. Dat moet ook geproefd worden en dat is ook heerlijk voor de tijd die eraan komt, denk ik. Sinds, laten we zeggen een jaar of 20, worden in het zuiden natuurlijk ook hele mooie witte wijnen gemaakt. Goede, technisch goede, maar ook originele witte wijnen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat enerzijds de goede druiven daarvoor, lokale druivenrassen met mooie zuren, fijne bitters en zo, dat die er altijd al waren eigenlijk. Maar de techniek is natuurlijk enorm verbeterd. Men kan door de wijnmakerijen te koelen, door vroeger te oogsten, door het druifgoed goed te beschermen op weg naar de kelder, kan men aroma's bewaren, zuren bewaren. En dat levert hele mooie, originele, frisse witte wijnen op. Veel, veel frisser soms dan je denkt. Bovendien is lang niet heel Zuid-Italië zo warm als we vaak denken. Ik wist dat zelf eigenlijk ook een lange tijd niet, totdat ik een keer in Campanië kwam en het binnenland inging en dan ga je over de eerste bergrug heen en dan wordt het een totaal ander landschap. Heel groen en een beduidend koeler en continentaler eigenlijk dan je zou verwachten. Zeker veel koeler dan de kust bijvoorbeeld bij Napels, die heel erg warm is. Eens even kijken, laat ik meteen een aantal wijnen naar voren halen die we hebben geselecteerd, die ik panel erg interessant vond. Allereerst deze wijn, Valerio dei Colli Ascolani van Saladini Pilastri, een bekende producent. Dit wordt verkocht door Hans Molenaar voor slechts €7,95 en dat is echt een fantastische prijs voor deze wijn. Iedereen vond het heel erg lekker. Het is ook nog een biologische wijn. De Colli Ascolani die liggen in het zuidelijke deel van de Marke, helemaal tegen de Abruzzo aan. En voor deze DOC-wijn, dus Valerio dei Colli Ascolani, mag je een aantal druivenrassen gebruiken. Een belangrijke druif is Trebbiano, dan Passerina, Pecorino en hier zit zelfs 10% Chardonnay in, zag ik. Ja, echt een prachtige geur, abrikoos, een beetje anijs, hooi, heel zuiver van geur en heel aantrekkelijk. En in de smaak lekker sappig, wat rozemarijn wat mij opviel, mooie bitters, typerend eigenlijk toch wel voor Italiaanse witte wijnen, van lokale rassen tenminste. En een goede lengte, en ja, dus nogmaals, dat voor €7,95 is eigenlijk een fantastische koop. De tweede wijn komt uit Puglia en wordt gemaakt van de druif Fiano. De producent heet Masca del Tacco en de cuvée heet Luetta. 2019. Fiano is natuurlijk vooral bekend uit Campania. Maakt daar erg boeiende wijnen die ook best goed kunnen rijpen. Deze versie uit Puglia zit vooral op het primaire. Er was echt in de geur wat van verse druiven. Het is heel floraal en een beetje peperig. En dat druivige, frisse, sappige, een beetje honingachtige ook wel, kwam ook terug in de smaak. Het is wel mooi droog en best elegant. Verkocht door Verbund Verlinde voor €14,95. Dus een mooi voorbeeld van een moderne, aromatische Zuid-Italiaanse witte wijn, denk ik. Dan naar de rode wijnen. Er stonden 12 rode wijnen op tafel, waaronder deze cuvée van San Salvatore. Die heet Siraso.
En die wijn die komt uit Paestum. Het is IGP Campania. Maar het bedrijf ligt in het Nationaal Park Cilento. Het is het enige wijnbedrijf wat in dat Nationaal Park ligt, heb ik me laten vertellen. En dat Paestum is natuurlijk een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Italië. Samen bijvoorbeeld Agrigento op Sicilië. Het moet echt schitterend zijn. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar de importeur heeft mij verteld dat het echt prachtig is. Dit is eigenlijk een instapwijn. Ze maken ook nog wat hogere wijnen, maar dit is al echt ontzettend lekker. Kersenpruimen, kruidig, een beetje leer. Het is heel puur in de smaak. Er zit een klein beetje drop in, wat je wel vaker in zuidelijke rode wijnen hebt. Maar het is ook mooi fris, soepel, heel erg lekker. Wordt verkocht door Karakterwijn Import in prijskategorie 7, dus dat zit voor de consument tussen de 15 en 20 euro. Dan gaan we naar Puglia en dan komen we allereerst bij een Salice Salentino Riserva. Dus dat heeft volgens mij 24 maanden gerijpt, minimaal. Van Castello Monaci, Ayase heet deze cuvée. En het is ongelooflijk maar waar, dit kost slechts 8,50 bij Wine & Spirits. Salice Salentino is een groot wijngebied en dat is eigenlijk een soort heel mooi voorbeeld eigenlijk van wat Puglia rode wijn is. De druivenrassen die worden gebruikt zijn Negro Amaro en Malvasia Nera en dat vind je in een heleboel rode wijnen uit Puglia terug. Vaak in een verhouding 80-20, dus 80% Negro Amaro, 20% Malvasia Nera. Over Negro Amaro, ze zitten nog steeds een beetje te stoeien over waar die naam nou vandaan komt. Negro, dat lijkt duidelijk, hè? Dat betekent zwart, zowel in het Latijn als in het Grieks. Maar dat Amaro, dat zou daar kunnen duiden op bitter natuurlijk, de zwarte bittere. Nou ja, dat heeft wel, zo smaakt het ook wel een beetje. Het zou ook van Mavro, van het Griekse woord voor zwart, kunnen komen. Dus een Negro verwijst naar zwart en Amaro wellicht ook nog eens een keer naar zwart. Het is een beetje ontwikkeld, deze wijn. Dit komt in 2015, natuurlijk flink gerijpt. Vijgen, pruimen, kruiden. Het is heel getypeerd als je dit soort wijnen kent. Het is een beetje zwoel in de geur en ook in de eerste smaak aanzet. Wat zoet houdt. Uiteindelijk is de afdronk toch heel mooi droog. Ja, en dat voor 8,50 krijg je echt wel heel veel wijn. Dat is denk ik heel populair in Nederland. Ten slotte een wijn van druif Primitivo. De andere belangrijke druif naast Negro Amaro en Malvasia Nera eigenlijk in Puglia. Dus in de hak van de laars. Dit is geen Primitivo di Manduria. Dit is gewoon een Primitivo Salento. Dus op landwijn, IGP niveau. 2013 is dit, dus dit is behoorlijk gerijpt. Nou werkt het bij Primitivo vaak een beetje dubbel op, want Primitivo dat wordt al behoorlijk rijp aan de stok. Er zijn vaak een beetje losse trosjes, waardoor de druiven al een klein beetje indrogen. Nou, en dat effect wordt nog eens een beetje versterkt door hem lang te laten rijpen natuurlijk. Het wordt heel likeurachtig, een klein beetje vluchtig, daar moet je van houden. Het ruikt een beetje naar rozijnen, een beetje biscuit, zei Noël van Wittenberg mooi, kruidkoek. En in de smaak, het is zoetig in de aanzet, maar toch ook nog wel fris. Mooi droog, een beetje kruidnagel. En dit wordt verkocht door Boonstra Wijnen in prijskategorie 7. Dus ook weer tussen de 15 en 20 euro. En ja, dan heb je een heel getypeerde, mooi gerijpte Zuid-Italiaanse wijn van Primitivo. Dus dat was het voor deze keer. Lekker en betaalbaar wit, wat steeds beter wordt in Zuid-Italië. Ja, en heel karaktervol rood. Je kunt er heel veel vinden. Proost!